sinds vorig jaar zomer woon ik in Hongarije en ben ik jeugdtrainer geworden hier. Dus ik mag proberen om de jeugd, zeg maar, een beetje op de Nederlandse manier voetbal bij te brengen. Een jaar of drie geleden kwam ik in contact met een collega van IBM waar ik werk. Na verloop van tijd toen ging het niet alleen maar over werk, maar toen ging het ook over, over de cultuur en over hoe het is om in Hongarije te zijn. En die vertelde mij dat ze een collega had die een enorme fan is van Ferencváros. En of ik geen zin had om een keer langs te komen. Om eens te kijken hoe dat dan hier toe gaat met het voetbal. Hello, high five. High five. Oké, okay. Hello Norby. Hello. Nam joh. Hello. Oh, Dwight. Hello Aniko. Oh, Dwight. Nou, wat ik hier wel gemerkt heb is, als je kijkt naar de voetbalontwikkeling, dan praat je hier wel over een lerarencultuur. Dus dat betekent dat de trainer wordt geacht alles te weten. En die kinderen moeten dus ook exact uitvoeren wat de trainer zegt. En dat maakt het natuurlijk wel eens lastig, want in Nederland zijn we natuurlijk gewend om heel creatief training te geven. Dat betekent dat we in Nederland kinderen veel meer vrijheid geven op het voetbalveld om zelf dingen te ontdekken en zelf dingen te doen. En hier is dat toch meer voorgekoud. Ja, en dan denk ik toch dat dat ook ten koste gaat van de tactische kwaliteiten van de spelers als het gaat om het spelen van wedstrijden. Vidjas, lab da vesites, job lab, chel job lab, belje balab. Oké? Mos, Joshua Ban, lab da vesites. Belje is Joshua Ban. Oké? Chel, 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 chel. Super. Mehet. Ujatikos. Maar uiteindelijk gaat het toch overal weer om hetzelfde. Je wilt graag dat zo'n kind het maximale uit zijn eigen talent haalt en dus de beste voetbaltraining kan krijgen die kan vinden. Nou, en dat is. Ik denk dat we daar in Nederland gewoon verder in zijn dan in Hongarije. Misschien klinkt dat wel heel hard. Maar ik merk gewoon dat met de beperkte kennis die ik heb, want ik ben natuurlijk ook maar gewoon een amateurtrainer in Nederland, maar met de beperkte kennis die ik heb, kan ik hun gewoon heel veel dingen vertellen. En ja, dat wordt natuurlijk maar mondjesmaat geaccepteerd. Eerst moeten ze heel duidelijk voelen dat je geen bedreiging bent. Dus de uitdaging is om mensen kennis mee te geven zonder dat ze het gevoel hebben dat ze dom zijn. En want dat is direct, als het goed is, komt het van God en als het slecht is, hebben we ongeluk. In Nederland zijn we echt van delen is weten. Dus in Nederland gaat het erom van, ja, als we allebei vertellen wat we weten, dan weten we allebei twee keer zoveel. Maar hier is het echt heel lastig. Most utolsho feladat kussi is utan naach match. Oké? Nou, mehet. Oké, Tjerre, Edzeuk, Tjerre, Kerek. Hongarije is een groot voetballand, was het. En ja, in hun beleving zijn ze dat nog steeds, maar in de uitslagen zijn ze dat niet meer. Dus ja, ze willen eigenlijk niet weten dat ze niet weten, maar ze weten ook wel dat ze iets tekort komen. Nou, en als ik ze dat duidelijk kan maken in de eerstkomende paar jaar, ja, als ik ook zoveel tijd krijg hier, alle omstandigheden in mijn leven dat allemaal toelaten, ja, dan zie ik hier wel dat er hier ook hele goede dingen kunnen gebeuren.